Wethouder, u heeft geld losgepeurd op de provincie? Dat klopt, voor het stagebureau Land van Kuik en Noord-Limburg. Ja, de provincie Limburg draagt bij aan de voortzetting van het stagebureau Land van Kuik Noord-Limburg. 38.000 euro. Dat we eigenlijk willen dat in het landelijk gebied hier, Noord-Limburg en Oost-Brabant, veel jong talent ook behouden blijft voor de regio. Als mensen klaar zijn met een opleiding en ze zoeken een stage, dan is het stagebureau optimaal in staat om ook te kijken welke stageplaatsen er beschikbaar zijn, welke bedrijven naar welke studenten zoeken, en het stagebureau helpt daarbij. Het stagebureau is een instrument voor de ondernemers in het land van Kuik en Noord-Limburg om het talent wat zij nodig hebben om een business te evolueren, te krijgen en te behouden. Dus wij zorgen als een stagebureau ervoor dat we verbinding leggen tussen de ondernemers, de instellingen en de scholen om het jong talent hier te behouden, CQ hier naartoe aan te trekken. Want het is niet alleen behouden, maar we willen ook via het stagebureau jong talent uit andere regio's hier naartoe trekken. Enerzijds hebben we natuurlijk afstand omdat de Maas ertussen loopt, maar het is ook belangrijk. Het is belangrijk voor ons beiden, zeg maar. Ja, onze jeugd gaat in Boksmeer naar school en we proberen toch het hier aantrekkelijk te maken om ook hier uiteindelijk je toekomst te vinden en een baan te vinden. Meer behoefte aan studenten die op zoek zijn naar een stage, want we hebben voldoende bedrijven die op zoek zijn naar de studenten. Maar nu hebben we de studenten nog nodig die stage komen lopen in de regio Land van Kuik en Noord-Limburg. In het najaar van 2018 heb ik gevraagd aan de provincie van goh, het is hartstikke belangrijk dat stageplaatsen hier ook gevuld worden met mensen uit onze regio en ook mensen van buiten de regio. Het was een heel concreet project en de gedeputeerden zijn meteen, gaan we naar kijken of we wat voor jullie kunnen betekenen. Het is relatief gezien een klein bedrag, maar aan de andere kant, zonder die 38.000 euro zou het stagebureau niet kunnen voortbestaan en dat zouden we enorm zonde vinden. Dus voor ons een belangrijke stap om toch een beetje in te investeren. Het stagebureau is al heel erg goed bezig met alle bedrijven. Zo zijn er bijvoorbeeld op dit moment 180 vacatures, 180 stageplaatsen. Maar dan is het ook heel erg belangrijk dat je bij de scholen goed op de radar staat. Dat de scholen weten dat wij dit stagebureau in de regio hebben. En eigenlijk zijn we nu bezig met het stagebureau 2.0. En dat betekent dat met alle scholenorganisaties in de grote regio, gaat van Den Bosch over Arnhem naar Venlo en alles wat ertussenin zit, gaan ze kijken of dat de scholen mee willen werken aan het vinden van stagiaires voor onze eigen regio hier, zodat wij ook de mensen die hier willen werken, willen wonen, kunnen werken en kunnen wonen. Als er nu mensen zijn die meer willen weten over het stagebureau of leerlingen die een leuke stageplek zoeken, waar kunnen die terecht? Je kunt mij mailen naar info@ervaret.nl of ze kunnen naar de website www.ervaret.nl. Maasduinen Centraal, de regio, dat zijn wij.